Sjoerd, we zijn pas 4 wedstrijden onderweg en ja, nu alweer negativiteit in de Adelaarshorst. Fluitconcerten en gezang van we willen bloed, zweet en tranen. Hoe ervaar jij dat? Ja, hoe ervaar ik dat? Dat is natuurlijk niet leuk. Maar het is voor onszelf ook niet. Het publiek is teleurgesteld dat we nog maar 3 punten hebben. Maar we zijn zelf ook teleurgesteld dat we 3 punten hebben. Dus ik begrijp het voorkomen, maar voor ons is het natuurlijk ook niet leuk. Hoe heb je deze wedstrijd ervaren? Ja, het was hotsknots, echt Jupiler League voetbal. Ging op en neer. We kregen nooit echt grip op de wedstrijd. Ik denk, zij hadden misschien wel iets beter van het spel, maar creëerde ook niet heel veel kansen. Ja, je staat wel 1-0 voor. En ik had net het idee in de tweede helft dat we iets meer grip kregen en te scoren zij. En ja, volgens hadden zij nog een paar keer kunnen scoren, hadden wij nog kunnen scoren. Maar het was echt zo'n typische Jupiler League wedstrijd. Iedereen hoopt een beetje op eenzelfde soort wedstrijd als tegen NEC een paar weken geleden. Maar dat kwam totaal niet uit de verf eigenlijk, hè? Nee, dat klopt. Nee. Die intentie hadden we wel, alleen het kwam vanaf minuut 1 hadden we moeite met het spel wat ze speelden. En ja, we kwamen op geen moment dat we echt druk vooruit konden zetten hoe we het tegen NEC wel deden. Je wil het misschien niet als excuus gebruiken, maar jullie hadden ook 3 spelers die debuteerden in de basis voor Go Eagles. Onder wie 2 jonkies achterin, ja, dat zal ook even zoeken zijn. Ja, tuurlijk, maar ik moet wel zeggen dat die jonkies het prima hebben gedaan. Die hebben gewoon heel goed gespeeld. Alleen, ja, we zijn sowieso nog een beetje, je wilt geen excuus geven, maar we zijn sowieso nog een beetje zoeken. De laatste 4 wedstrijden hebben volgens mij nog niet geen enkele keer met dezelfde opstelling gespeeld. En ja, we hebben nog een beetje moeite om het niveau vast te houden met vlagen in de wedstrijd dat we het wel laten zien. Maar ook te veel momenten dat we het niet laten zien en dan is het bij ons ook helemaal open. En dan ziet het er soms niet goed uit. Ben je dan nog meer aan het coachen tijdens een wedstrijd als je weet dat er een paar jonkies achter je staan dan in een normale wedstrijd? Ja, dat wel. Alleen het lastige is, weet je, op trainingen coach ik ook veel en dan ben je makkelijk te bereiken. Maar nu in dit soort wedstrijden is het soms wel erg lastig. Je bent wel aan het schreeuwen en je probeert iedereen wel te bereiken. Alleen soms is dat wel lastig. Alleen, ja, weet je, het is niet omdat er jonge jongens achter me staan dat ik dat doe. Ik probeer dat sowieso altijd voor elkaar te krijgen samen met Sandro. Alleen, ja, soms probeer je wel wat meer, maar het was niet te verstaan soms. Je komt zelf nog terug van een blessure. Je bent misschien wel sneller terug dan verwacht. Ging het allemaal goed vanavond? Ja, het ging. Ja, voor de hamstring in ieder geval ging het goed. Over het spel hoef ik het niet te hebben. Maar nee, met de hamstring ging goed. Op een gegeven moment was wel het pijpje leeg. Ik heb deze week hard en zwaar getraind om alles goed te testen. En ja, in de vermoeidheid is het risico het grootste dat het natuurlijk terugkomt. Dus na 75 minuten was het goed. Jullie staan nu op 3 punten na 4 wedstrijden. Zie je veel aanknopingspunten voor de toekomst? Want ja, als je naar het spel van vanavond kijkt, dan zie je nog niet heel snel verbeteringen in de aantocht. Nee, dat klopt. Zoals vanavond niet. Ja, we moeten vasthouden aan die wedstrijd tegen NEC. Waar we in ieder geval hebben laten zien in deze 4 wedstrijden dat we het heel goed kunnen. Alleen ja, je moet het snel wel omkeren. En een overwinning zal dan lekker zijn. Ja, weet je, als je zoals vandaag ook in Helmond sport, speel je beide niet goed. Maar beide wedstrijden had je ook nog met een overwinning eruit kunnen slepen. Want zoals ik gezien heb, is NEC die speelt ook niet goed. Maar die hadden al wel na 3 wedstrijden 7 punten. Dus dat is een iets ander verschil. Weet je, als je hem dan met geluk wint hier met 2-1, dan verdien je het niet. Maar als je hem dan wint, dan geeft het een heel ander gevoel natuurlijk. Ja, maar goed, dat van NEC, dat hoor ik nu ook al 2 weken voor Helmond Sport en voor vanavond. Dat ja, dat het idee is, maar het komt er al een paar keer dus niet uit, hè? Nee, dat klopt, dat klopt. En daar moeten we hard mee aan de slag. Dat we er nog lange na niet zijn. En ja, er is hoop werk aan de winkel. Alleen ja, we moeten toch snel er weer staan. En volgende week tegen Cambuur hopelijk kunnen we dat spel dan wel weer laten zien. En ja, we hebben de 3 punten heel hard nodig, ja.